grens. Middelbare school. Talpa. Nog voordat er één beeld was geschoten. In de tv-geschiedenis. Voordat er nog maar één deelnemer was gescreend. Afschuwelijk, heilloos en ver over de grens. Er zijn zelfs kamervragen gesteld. En zelfs nog voordat de villa was gekocht. Maar ik ben vooral benieuwd wie zich daarvoor zal inschrijven. Dit is De Gouden Kooi, een programma meer dan alleen een reality show. Nou, dat je mij niet hoort, zegt volgens mij al genoeg. Ja. Gewoon mijn grote alles. Ik wil je met me trouwen. Ik wil heel graag de mensen van de productie bedanken. Alle mensen van de productie. Maar in het bijzonder Jasper, Ilaatje, Jerry, Lisbeth en natuurlijk Stefan Tieleman. Je bent echt een knor, maar ook jij hartstikke bedankt. Jerry, jij bent echt mijn lieverd. Ik weet, jou sleep ik altijd overal mee naartoe. Dat vind je gewoon een schatje. En Ilaatje, Jasper en Liesje, dank jullie wel. Hou ook van jullie. Ik wil Stijn en Frans graag heel erg bedanken voor de steun die ze hebben gegeven. En voornamelijk hoe ze geprobeerd hebben om de relatie tussen mij en Leslie zo goed mogelijk te houden. Daar wil ik ze echt voor bedanken. Top, dat had ik echt gedaan. Sorry, ik ben vergeten hier handboek afmaken. Beste RCO'ers, ik hoop dat jullie deze kunnen blijven volgen. Jullie kennen mij goed, ik ken jullie niet. Ik heb jullie wel af en toe eens een keer heen en weer zien gaan met de camera. Jullie doen het hartstikke top en ik wens jullie veel succes met de rest van degenen die er overblijven. En dat nog een jaartje of 30 mag duren dat jullie blijven zitten. Volgens mij heb jij een heel klein pikkie. Namens mij dat ik alle audio mensen wil bedanken dat ze alles hebben kunnen afluisteren wat we hebben gezegd. Misschien niet alles, ik weet het niet, maar en ik zou het heel knap vinden als jullie alles gehoord hebben. Zeker wat Sil en ik altijd in bed een beetje met elkaar aan het rotzooien waren en zo. Maar bedankt. Ik wil graag de redactie bedanken. Iedereen die daar heeft gewerkt en die daar nu ook werkt. En dan wil ik met name Jelma heel erg bedanken. Want ja, zonder zijn loslippigheid kan er ook niet echt een heel interessant programma worden gemaakt. Dus Jelma in het bijzonder en de redactie in het speciaal. Allemaal ontzettend bedankt. Op de rennen van alle overkant, hè? Ja! Oh. Ik wil graag John de Mol bedanken voor alle kansen die hij mij heeft gegeven en alle ervaringen die ik nu rijker ben. En ik heb het heel leuk gevonden om hier aan mee te mogen doen. Niemand kan me pijn doen hier. Jij wel. Jij bent echt zo stom, hè? Ik wou graag alle cameramensen bedanken en ik weet dat jullie gek zijn op mijn doucheshots. Dus ik hoop dat jullie er veel plezier van hebben. Waarom gaat hij de hele dag kijken? Nippelgate. Zijn mijn borsten gegroeid? Gegroeid? Ja. Ja, hè? Want mijn BH zit helemaal niet meer goed. Volgens mij zijn mijn borsten gegroeid. Ik wil graag de huishouding bedanken. I want to break free. Da, 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 da. Luister naar het geluidje dat hij maakt. Ja, dat is even, hè.
dacht dat je als liefdadatie had. Ik wil graag de Bok-redactie bedanken voor al hun goede zorg altijd. En ook de loggers die hier keihard bezig zijn om al het mooie materiaal voor ons uit te zoeken en te spotten. Personeel, hoe zegt u? Personeel iets zeggen tegen het personeel. Die mensen die daarachter zo die, dat hok in de weer waren met die verwilderde blik in hun ogen en die wallen en die eeuwige stank naar rook en die ongewassen oksels. Die mensen moet ik iets tegen zeggen. Ik, als miljonairsvrouw. Ik vind dat u nogal wat vraagt. Dus ik lig eruit morgen. Overmorgen. Hou van jou. Hey, doei. Zo gaat het in één keer goed met mij. Ik wil Marieke bedanken voor haar aanwezigheid. De gesprekken met Larissa en met Dave. Badwan, hey, bedankt brother. We drinken nog een drankje buiten de toko straks. Ik wil Colette ook bedanken. Sander, coördineer deze dingen alsjeblieft. Hoe heet het bedrijf ook alweer? Cross Media. Mag ik een nieuwe doen voor Stijn? Mag ik niet eens een fles wodka naar binnen gooien? Ja. Ik weet het niet. En Stijn, bedankt voor... voor je lieve zorgen. Ik wil een bedankje uitbrengen voor Stefan. Stefan, bedankt voor al die... Bij deze wil ik graag iedereen bedanken die me gesteund en geholpen heeft tijdens mijn verblijf in de Gouden Kooi. En met name de regisseurs die me ook met raad en daad hebben bijgestaan voor het maken van een televisiedebuutje met de Dierenshow. Zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bijna. We hebben nog inderdaad, heel sterk, we hebben nog een week, een tip van de week. Voor de tip van de week kijken wij Sylvia aan. Die heb je natuurlijk al wel gehad, maar we moeten niet de editors vergeten. Want ja, dat zijn mijn beste vrienden natuurlijk. Die hebben mij altijd scherp in beeld, die houden wij altijd in de gaten. Dus bedankt daarvoor. Ik zou graag de Cross Media afdeling van de GoudenKooi.tv willen bedanken voor alle superieure informatie die ik nu bezit om mijn medemiljonairs het leven zuur te maken. Meer is het niet. Dat mag ook. Meer is het dat niet. Dat mag ook. Meer is het niet. Ik zeg toch dat ja, mag en ik zeg, zeg ja, meer is het niet. Dat mag. Jij mag ook je mening hebben zoals wij allemaal. Ik wil bij deze iedereen heel hartelijk bedanken voor al het personeel en de huishouding. Want op dit moment is dat het enige wat ik heel erg mis. Hé, hey, ik heb trouwens een strijkbout meegenomen. Bye bye. Dat is mooi, die heeft ze ook nodig. Dag Ilona. En John, mijn super bink. Je weet dat ik vind je gewoon echt een onwijze mooie vent. Ook jij bedankt. Schat, wil je mij cranky ja, hebben een hele dag? Er zijn nog twee dingen hoe je me heel erg blij mee kunt maken. Eén ga ik niet uitspreken. Krijg je zeker rode oortjes van. Heb jij nog nooit kaars tegen gezien? Nee, laat maar eens zien. Je nog veel harder. Ja, hoe kan maar dan moet je rest samen landen, dat wordt ze niet van. En twee, waar is mijn toerek? Wij zijn gewoon te recht door zee en daarom worden we overgeslagen. Lieve, schattige, strenge, hele strenge Deborah. Eigenlijk douchie. Douchie. Nee. Hartstikke bedankt voor je strenge en sterke gesprekken. Ik heb veel van je geleerd. Ik heb opgelet wanneer je wat zei. Ik wil je ontzettend bedanken voor de tijd die ik heb hiermee mogen maken. En daar wil ik een verlenging in inlassen. Om eens een keertje samen, linksom, rechtsom, te gaan eten. Deborah, neem je mijn uitnodiging aan om, wanneer ik eruit ben, met mij eventjes bij lepels te gaan dineren? Nooit meer naar huis!